Een groep enthousiaste Arnhemmers maakte zich eind vorig jaar grote zorgen om de komst van een biomassa-centrale. Ze wilden weten wat die installatie met de luchtkwaliteit doet. Want van een regelmatige blootstelling aan fijnstof ga je eerder dood. Hun missie is zoveel mogelijk mensen in de stad een fijnstofmeter op te laten hangen. En met de informatie die dat oplevert, de politiek te bewegen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En ze zijn er aardig op weg. Voor een paar tientjes heb je al zo'n meetapparaat. En dan zitten daar computertjes in die dat naar een website doorsturen. En inmiddels hangen er zo'n 125 door de hele stad. En 70 daarvan zijn al aangesloten. De actievoerders zijn overdonderd door het succes, maar ook heel blij. Want als het zo doorgaat, kunnen ze echt een vuist maken. We willen dat het een middel is om aan de politiek te laten zien van kijk, dit is hoe het met de lucht gaat in Arnhem en daar moeten jullie wat aan doen. Op een winderige dag als vandaag wordt er weinig fijnstof gemeten. Hier zit er opeens een rode stip in. Weet je dan wat het is? Nee, maar dat kun je dan wel gaan uitzoeken. Zo van, je zou natuurlijk naar die plek kunnen gaan bij het broek in dat industrieterrein. Het kan zijn dat dat brand is bijvoorbeeld. Wie wil weten hoe het met de luchtkwaliteit is in Arnhem, kan dat live bekijken. Want waarom staat hij hier? Tegenover het gemeentehuis, hè. En voor informatie. Als de 250 kastjes hangen, is het nog niet klaar. Er is veel belangstelling uit andere gemeenten. En de actievoerders dromen van het integreren van andere data in het meetsysteem. Zoals die van de weersatelliet van het KNMI. Ja, de gemeente Arnhem juicht het initiatief van Arnhems Pijl om de kastjes op te hangen toe. Arnhem wilde zelf ook al meer gaan meten en gaat nu met de vrijwilligers in gesprek om te kijken of ze meer samen kunnen werken. Donderdag houdt de gemeente een bijeenkomst over de luchtkwaliteit in de stad.